En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Uit de Kast. Ik ben de gast, ja Jordi, dit is natuurlijk geen echte kast, dit zijn wat planken op de muur. Maar dames en heren, dit keer hadden we ook niet echt een game uit de kast, want deze keer heb ik de game gedownload. En dan misschien van, oh Jordi, dat is slecht, dat is illegaal, oh. Nou, ik heb een nieuwe regel sinds kort, en de nieuwe regel is, eerst downloaden, dan kopen. En je vraagt misschien af, waarom dan? Nou, sinds Assassin's Creed Unity ben ik wat meer op mijn hoede aan welke game ik geld geef. En ik moet eerlijk zijn, Dying Light, mijn allereerste impressie van Dying Light, was best slecht. Ik heb de game gelivestreamd en misschien heb je het gezien. Ik was afgelopen week live en heb ik Dying Light geprobeerd om te livestreamen. Alleen, de game was matig naar mijn mening. Maar, er zit een grote maar aan. Ik heb de game wat langer daarna gespeeld, want ik wou toch erachter komen hoe het nou eigenlijk allemaal werkte en wat het verhaal eigenlijk was. En toen kwam ik erachter dat we eigenlijk best wel te maken hebben met een redelijke game. Een game die zeker weten voldoende is. Maar ja, waar is deze serie voor als ik niet eerst moet vertellen over het... Het verhaal natuurlijk, dames en heren. Het verhaal is altijd heel erg belangrijk in een spel. Maar dit spel... Het verhaal is zo matig. Er is echt geen ene zak aan het verhaal. Het is gewoon heel simpel. Je bent een soldaat en je wordt in het zombiegebied gedropt om iets te vinden. Dat is het verhaal. Er zit niks meer achter, niks minder. Het verhaal is matig. En onderweg, terwijl je dit verhaal doet, kom je wel meerdere mensen tegen. Maar de meeste daarvan zijn sidequesten. En de meeste daarvan zijn ook niet memorabel. Het zijn gewoon standaard sidequesten en standaard characters. Ik voel geen character progressie als in The Walking Dead bijvoorbeeld. Daar hebben we het natuurlijk over de Telltale game, niet Survival Instinct. We hebben het natuurlijk over de progressie die de karakters volgen, zoals bijvoorbeeld Kenny in seizoen 1... Dat hebben we niet in deze game. Helaas. Maar we hebben wel... een goede presentatie. En als ik iets mag zeggen over deze game, is het wel dat de presentatie van deze game gewoon goed genoeg is. Het heeft geen top-notch graphics. Het heeft geen top-notch sound. Maar het is een game en sinds kort alle games die nu uitkomen, zijn niet top-notch meer. Ze hebben allemaal wel wat problemen en als de presentatie gewoon goed genoeg is, dan is het voor mij in ieder geval voldoende om de game te kunnen spelen. Kijk, we hebben echt games die bijvoorbeeld door een indie developer worden gemaakt en die net worden uitgebracht en dan we zoiets denken van, gadverdamme, wat zijn deze graphics? Gadver. Weet je, dat soort games bestaan er ook. Maar bij Dying Light, de graphics zijn goed genoeg. Goed genoeg voor mij om de game te kunnen spelen en niet geïrriteerd te zijn door de graphics. En dan gaan we nu even over de gameplay. De gameplay, dames en heren, is ook wel goed, maar er zijn wel wat dingen die ik wat minder vind. Zoals bijvoorbeeld in de trailer hadden ze echt de gameplay laten zien van een echte, waardevolle zombie-apocalypse game. Maar ze hebben er nog wat extra dingen aan toegevoegd. Dingen die rechtstreeks uit Dead Island komen. En wat ik allereerst kut vind aan Dead Island is dat bijvoorbeeld je wapens die gaan kapot. Dat hebben ze ook in deze game toegevoegd, maar in deze game kan je ze op elk moment repareren. En je kan ze 3 keer repareren. Je hebt zelfs ook een hele skill tree. En daarin kan je bijvoorbeeld ook aanvinken dat je bijvoorbeeld wapens wat efficiënter repareert. Dus dan kan je misschien in plaats van 3 keer, 7 keer repareren of whatever. Het is een random number generator, dus hey, ik weet niet. En dat vind ik gewoon fucking awesome, dat je gewoon ter plekke je wapen kan repareren. En dat bood Dead Island niet, want met Dead Island moest ik direct naar zo'n workbench toe. Terwijl ik gewoon zombies aan het afmaken was. En dan moest ik weer helemaal naar buiten toe, buiten de map. En dan moest ik eigenlijk weer terugkomen en dan waren die zombies weer teruggespand. En wat ik zo mooi vind in deze game is dat je gewoon ter plekke je wapen kan repareren. En natuurlijk de skill trees zijn ook fucking awesome. Je hebt 3 skill trees. Je krijgt ook experience in 3 verschillende skill trees. En je krijgt ook experience per skill trees. Bijvoorbeeld een survivor skill tree. Dat is eigenlijk gewoon van de main quest, side quest te doen, et cetera. Je hebt een parkour skill tree. Die krijg je als je parkour doet. En je hebt de combat skill tree. En dat krijg je als je mensen doodmaakt. Althans, mensen doodmaken, je kan ook zombies doodmaken. Maar dan gaan we direct door over zombies. Want zombies zijn ook weer geript van Dead Island. Want dus dat ze in de trailer hadden laten zien, was dat er gewoon, je had standaard zombies, de zombies, en je had de
zombies, de snelle zombies. En dat zijn goede type zombies, dat zijn realistische type zombies. En ja, dat hoort er ook bij, deze twee zombie types. De snelle en de langzame, weet je, dat vind ik gewoon realistisch genoeg en fijn genoeg om daarmee te spelen. Maar ze moesten het ook weer eventjes wat leuker maken door Dead Island specials eraan toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld de hele sterke tanky zombie. En de exploderende zombie en degene die gif spuit zombie. Waarom jongens? Waarom? Waarom was de game gewoon niet goed genoeg zonder deze drie extra zombies? Blijf daar, oké? Jordi. Ja. Blijf daar. Er is niks aan de hand, Sander. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. Rennen! Oké, weg hier. Oké, weg. Maak dat je wegkomt. Auw! Oké, dat is jouw schuld. Dat was geen goed. Dat was jouw schuld. Ze hebben de avondmodus. En dit is wat ik echt fucking geweldig vind aan het spel. En dat ze ook echt moeten behouden. Ze moeten dit copyright. Ze moeten hier een patent op zetten. Want dit is echt geniaal. Want in de avond komen er hele snelle, sterke zombies. Hey. Sander, rennen nu, wegwaken dat je wegkomt. Deze dingen kan je niet aan. Rennen. Zaklamp aan. Nee, doe uit, idioot. Maak dat je wegkomt. Is dit een... Gewoon rennen. Holy crap, kijk op die map. Wacht. Volgens mij zijn ze ons kwijt. Ga je naar beneden. Oh, wacht, ja. Ik kan niet doorrennen. Ze zijn ons kwijt. Sst. Nee, niet. Voorzichtig. Oh, wacht. Nee, idioot. Daar zitten ze. Oh. Ah, idioot. Sukkel. Combat is bijna geen optie. Je moet voor ze wegrennen. En dit is fucking genius. Dit is fucking geniaal. En ik hoop ook echt dat ze dit misschien in een volgende game ook erin laten. Want dit is echt de geniaalste modus. Je hebt ook nog eens een keertje co-op. En als je dit samen speelt in de avond, is de game echt fucking geweldig. Oké, ik zit hier op het dak. Oké, ik zie je lopen. Dit is best wel awesome zo. Dit is echt fucking vet aan deze game, hè? Een zesje is een game die goed genoeg is. En een 10 is de meest perfecte game die er bestaat. Een 10 zou ik dus nooit geven. Maar deze game wil ik gewoon een dikke 7 geven. Ja, de game heeft zo afgekeken van Dead Island. I know. En het is ook gemaakt door de originele makers van Dead Island. Dus ja, who figures. Maar de game is fucking amazing in de avond. Als je het in de avond speelt in de game, zeg maar de avond zelf in de game, niet in de avond spelen, maar als je de game in de avondmodus speelt, dan is het echt opeens een geheel andere game, die echt 10 keer leuker is. Dus wat raad ik aan, speel de game in de avondmodus, met vrienden, en dan zal je vanzelf zien hoe awesome deze game is. Voor de rest is de game gewoon heel generic, en ja, dat is een beetje jammer. Verhaal zuigt. Sidequests zuigen. Maar de avond? Yeah, that's the place to be.